Hoi, ik ben Arthur Krijgsman, meester Arthur. En in deze kennisclip ga ik je laten zien hoe je een video kan maken en publiceren op YouTube. Ik ga gebruik maken van mijn vorige film. Ik gebruik 8 stappen. En het kan natuurlijk zijn dat je bepaalde stappen al lang weet of al lang doet. In de beschrijving hieronder kan je direct naar bijvoorbeeld stap 7, alleen het uploaden van je film. Daar gaan we. Stap 1. Bedenk wat je wil gaan filmen. Voordat ik mijn vorige film begon, dacht ik er al over van hey, het is leuk als ik even laat zien hoe ik een film publiceer. Dus in mijn vorige film heb ik er al rekening mee gehouden dat ik deze film ging maken. Je kan bijvoorbeeld, wat ik altijd standaard zelf doe, ik pak hem er even bij, is dingen opschrijven in een boekje. Uiteraard kan je ook op je iPad of op je tablet of op je telefoon of wat dan ook notities maken. En bepaalde ideeën opschrijven. Op het moment dat je dat hebt gedaan, daarna is het handig om te kijken op YouTube of op internet, wat is er al over bekend? Wie heeft al filmpjes gemaakt over dit onderwerp? Er zijn er altijd mensen die dat ook doen, net als ik, of net als jij dat wil gaan doen. En die misschien precies dat onderwerp al hebben beschreven, wat jij wil gaan vertellen. Ik weet bijvoorbeeld op dit moment dat de nieuwe video editor van YouTube, de nieuwe YouTube Studio, nog niet zo heel veel in filmpjes staat, nog niet zoveel in kennisclips gebruikt wordt. Vandaar dat ik dit nu wel durf te doen. Maar ik weet ook dat er in de oude Creative Studio van YouTube ook al verschillende films gepubliceerd zijn. Dus doe je onderzoek, kijk wat er al is, kijk wat mensen misschien zouden willen weten. Vraag het aan je volgers, vraag het op andere media, vraag het aan je vrienden, vriendinnen om je heen. Ik vind het ook leuk als ik iets maak waar jij iets aan hebt. Dus waarom zouden de mensen het willen zien? Stap 2. Bereid de video voor. Ik maak bijvoorbeeld vaak een presentatie, zoals ik nu heb gedaan. Of ik pak materialen. Ik gebruik misschien mijn telefoon om foto's te maken. Of ik gebruik opnieuw dat boekje om teksten even te stappen te maken. Oftewel, maak een presentatie of een mindmap of een stappenplan, net wat jij het makkelijkst vindt, waarin je al van tevoren bekijkt wat wil ik gaan vertellen, wanneer wil ik het gaan vertellen en hoe wil ik dat gaan vertellen. Check daarna dat plan of je inderdaad ook echt alles vertelt. Zelf vind ik het fijn om een beetje ad hoc, improviserend te praten. Dat vind ik het leukst, want dan heb ik toch het gevoel dat ik samen met jou kan praten. Sommige mensen vinden het misschien heel fijn om het precies lijntje voor lijntje helemaal te scripten. Ook goed, doe wat bij jou past. Doe wat bij je hoort. Check het inderdaad nog een keer of je alles dan hebt. Zet alles klaar om te presenteren. Het is onhandig als je bezig bent, als je dan nog ineens allerlei schermen moet openen. Zorg dat die schermen al openstaan. Zorg dat je licht in orde is. Ik gebruik zelf speciale studiolampen, maar je kan natuurlijk ook een bureaulamp gebruiken. Of gewoon bij een raam gaan zitten waar het licht goed is. Als je maar zorgt dat jij goed zichtbaar bent. Beeld en geluid is dus belangrijk. En de filmplek. Mijn kamer is niet zo netjes. In sommige filmpjes van mij heb ik die ook nog wel eens gebruikt. Maar het geeft een beetje een rommelig sfeertje. Ik gebruik daarom nu gewoon een greenscreen achter mij met bepaalde lampen. En daarmee kan ik mezelf dus uit de achtergrond halen. Of ik kan mijn achtergrond veranderen. Net zoals ik denk dat het leuk is of past bij het filmpje. Stap 3. Film de film. Neem gewoon lekker alles op wat je aan het praten bent. Op een gegeven moment kan het zijn dat je je verstrekt. Dan stop je gewoon even. Want dat kan je later weer wegknippen. Hoef je niet de opname te stoppen. Dat is natuurlijk heel veel werk. Ik denk dat je beter gewoon door kan praten. Opnieuw kan beginnen. Soms verspreek je je. En dan ga je gewoon weer door. Probeer de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Later kan je altijd die kwaliteit weer naar beneden doen. Maar mocht je nou strakjes tijdens het bewerken denken, oh, ik zie allemaal blokjes, dan heb je pech. Dan moet je gewoon opnieuw gaan filmen. Want je kan een lage kwaliteit niet ineens hoger krijgen. Dat lukt niet. Andersom is veel makkelijker.
bewaar de data die je nu maakt, hè, die je filmt, bewaar dat op even op een andere schijf of op een backup harde schijf of op je camera. Want het kan zijn dat je tijdens het bewerken foutjes maakt. Dat gebeurt ook wel eens. En dan is het natuurlijk niet handig als je de data gebruikt en knipt en plakt van de originele film. Dus zorg dat je die altijd bewaart. Ik gebruik geluid in mijn montagesoftware om verschillende beelden aan elkaar te plakken. Ik vind het makkelijker om de pieken van het geluid te gebruiken om de beelden te synchroniseren. Dat het klopt, dat, het, dat de beelden hetzelfde lopen. Er zijn natuurlijk programma's die dat voor jou doen. Die helemaal gaan kijken naar de beelden of naar het geluid van zo moet het samen. Ik heb dat soort programma's nog niet. Dus ik moet het inderdaad op basis van het geluid doen. Stap 4. Het bewerken van de video. Als je nou denkt, ik heb een stukje software nodig, want dat heb je. Zou je even hier kunnen klikken? Want daarin worden een heleboel verschillende programma's uitgelegd. Bedankt collega YouTubers. Houd je film kort en krachtig. Knip bepaalde stukken weg als je te lang stil bent. Eventjes stil, geeft niet. Maar te lang, dan denken mensen, niet interessant. En dan gaan ze weer weg. Dan ben je ze weer kwijt als kijker. Dus zorg ervoor dat het kort en krachtig is. En hou bijzaken zoveel mogelijk weg. Af en toe een uitstapje, prima. Daar ben ik ook heel goed in. Maar niet te langdradig, niet te veel. Ik merk dat video's van mij van 40 minuten minder goed bekeken worden dan als ik hem 5 minuten maak. Mensen vinden het toch fijn als het wat korter is. Alleen maar praten, het kan, maar vaak gaan mensen dan al snel weg. Wat ik zelf ook heel leuk vind, je hebt beelden, gebruik ze dan ook. Gebruik foto's, gebruik andere beeldmaterialen. Pas wel op de auteursrechten. Je mag alleen maar materiaal gebruiken waar je of zelf eigenaar van bent, of waar je toestemming van hebt van de auteur. Dan mag je ze gebruiken. Daarom gebruik ik meestal pexels.com als fotomateriaal, of mijn eigen foto's natuurlijk. En voor muziek gebruik ik meestal No Copyright Music. Hier kan je een playlist zien die ik gebruik en die ik probeer elke keer aan te vullen met leuke liedjes waar je, die je gewoon gratis mag gebruiken onder je films. Alleen vaak moet je even in de beschrijving melden dat je het bijvoorbeeld bij Bensound vandaan hebt of bij No Copyright of dus de locatie waar je ze vandaan hebt. Sommige artiesten willen nog veel meer, maar dat staat in elk filmpje wat je gebruikt. Meestal staat dat weer in de beschrijving hoe je het moet promoten of hoe je ze moet noemen. Voeg banners toe, voeg pijltjes toe, voeg eventuele extra teksten toe. Het gebeurt mij nog wel eens dat ik iets vertel en dat ik iets vergeet. Dan wil ik nog wel eens gewoon met een tekst erbij zetten. En deze optie zou je ook kunnen doen. Of dit en dat kan je ook doen. Of dat en dat ben ik vergeten. Of kijk daar eens naar. Een bepaalde website laat ik ook vaak zien. Ook voor jezelf is dat een goede promotie. Maar ook voor anderen. Hè? Of als je denkt van, ik heb het in de beschrijving gezet. Maar ik ben het vergeten te noemen. Zet het dan even bij. Zie de beschrijving voor alle websites die ik gebruik in dit filmpje. Zoiets. Ik gebruik zelf een programma. Daarmee kan ik ook instructie geven met bijvoorbeeld een pijl of een rondje. En dat vind ik heel handig. Gebruik ik vaak. Dan kan ik ook mijn muis helemaal weg verwijderen. Dus mijn muispijltje, die kan ik dan weghalen. En daar, dat ziet er net even gelikter uit, vind ik zelf. Kan je net even duidelijker aangeven wat je bedoelt. Op het allerlaatst van jouw film, als je hem bewerkt, is het handig om 20 seconden bijvoorbeeld eigen promotie te doen. Of te zeggen, vond je dit filmpje nou leuk? Abonneer dan op mijn kanaal en geef hem een like. Dat zijn handige dingen om nog even te zeggen op het einde. Of verwijs naar een ander filmpje van jezelf. Want in YouTube zelf kan je dan eindschermen toevoegen. En eindschermen zijn gewoon heel handig om jouw kijkers vast te houden. Of om ze lekker te maken voor andere filmpjes die ze misschien kunnen gaan kijken. Beetje reclame voor jezelf. Stap 5. We gaan exporteren. Zodra je de film helemaal mooi hebt gemaakt, dan is het de bedoeling dat je hem exporteert naar bijvoorbeeld een MP4-bestand. Dat bestand kan je later weer
uploaden in YouTube. Dus je hebt dat bestand nodig. En dat kan je doen in elk programma waarmee je filmpjes bewerkt, kan je een export doen. Bekijk zelf wat je het fijnst vindt, wat je het mooist vindt. Ik zou zeggen, hou de kwaliteit hoog. 4K is wat mij betreft voldoende. 1080 is net een stapje minder, maar dat is voor mij ook vaak al voldoende. Maar kijk vooral daarna ook even van, hey, is dit wat ik wil? Want daarna, na het exporteren, staat hij op jouw schijf, op je computer of op je telefoon, afhankelijk van waar je het monteert. Controleer die video dan. Check even of die goed is. Ik heb nu al een paar keer gehad dat de export niet goed was, waardoor ik allemaal zwarte stukken bijvoorbeeld had, of waardoor mijn geluid niet goed hoorbaar was. En dat zag ik pas op het moment dat hij al op YouTube stond. Dus stap 6, controleer je export. Controleer of de film goed is. Stap 7, uploaden naar YouTube. Ik ben tevreden met de export. Ik ga de film publiceren op YouTube en op deze manier kan ik dat gaan doen. Ga naar YouTube en klik rechtsbovenin voor maken en dan video uploaden. In dit scherm kan je of hier een bestand selecteren of vanuit verkenner, en ik had hem natuurlijk al geopend, ik wil naar de juiste. Vanuit verkenner hem slepen naar dit gedeelte van je scherm. En vervolgens verschijnt dit scherm. Titel van de video, daar begin ik altijd mee. Hoe kan je blogs laten zien? Het moet wel een pakkende titel zijn, dus ik moet heel even nadenken over hoe ik dit ga noemen. Blogs in kolommen laten zien. Ja. In kolommen laten zien in WordPress. Dus de vraag die ingetypt wordt als mensen iets willen weten van hoe moet dat, die moet ik in de titel zetten. Dus de manier waarop je het vraagt, de vraag stelt, zo is het handigst om de titel te beschrijven, want dan word je ook gevonden. Ik heb in mijn YouTube al bepaalde zaken voorgedefinieerd. Hier moet een korte omschrijving komen van de film. Nou, dat ga ik nu doen. Om het er goed uit te laten zien op YouTube, maak ik ook een thumbnail. Die maak ik in Photoshop. Ik gebruik daarvoor een Photoshop bestand wat ik al eerder heb gebruikt en ik pas die gewoon aan, zodat de achtergrond en mijn logo in het plaatje hetzelfde blijven. Zelf haal ik weg. Het plaatje van de vorige haal ik weg. Ik pas de tekst aan en die tekst die maak ik dus hetzelfde als de titel van mijn YouTube filmpje. Het nog een beetje. Het gaat erom dat die tekst lekker duidelijk zichtbaar is. Ik maak een klein plaatje van mijn website, hoe ik hem uiteindelijk ga laten zien. Oh, die heb ik hier. En daarvoor gebruik ik gewoon de kniptool. Vind ik dan wel grappig. Ik selecteer nu al het wit en dat delete ik uit deze foto, zodat ik alleen dit gedeelte overhaal en het stukje blog daar wis ik ook nog even. Dat doe ik gewoon met de gum. Ik vind dit wel een leuk plaatje, die ga ik gebruiken als achtergrond. Ik knip hem uit. En ik plak hem erbij als nieuwe laag.
Ik selecteer al het groen. Ik heb al het groen geselecteerd en dat delete ik, zodat ik alleen mezelf overhoud. Nou, dit is hem. Ik ga hem opslaan. Ik bewaar altijd mijn Photoshop bestanden. Mocht ik dan een keer iets willen wijzigen of een foutje ergens maken, kan ik dat gewoon weer aanpassen. In JPEG bestand kan ik de tekst niet meer aanpassen of de plaatjes niet meer veranderen. Thumbnail gemaakt, die ga ik nu importeren. Uploaden. Hier staat hij. Ik klik op open en vervolgens heeft hij mijn thumbnail geïmporteerd. Playlist. Ik ga een nieuwe playlist aanmaken, want ik maak meerdere WordPress filmpjes. Dus mijn playlist noem ik WordPress kennisclips bijvoorbeeld. Of kennisclips WordPress, zoiets. Nieuwe playlist ga ik aanmaken. En dit filmpje wordt dan toegevoegd aan die playlist. Dat is wat je hier doet. WordPress staat er niet helemaal goed. WordPress, yes. Nou, ik had nog niet op maken geklikt. Dat heb ik nu gedaan. Ik kies voor kennisclips. Want dit is nog de playlist waar ik nog in zit. Gereed. Is deze clip gemaakt voor kinderen? Als je kiest voor kinderen, dan zijn je likes en dergelijke uit. Reacties worden uitgezet. Want ze willen dat op die manier kinderen beschermd worden. Maar in dit geval is het niet voor kinderen, want WordPress wordt meestal gedaan door mensen die wat ouder zijn dan kinderen. Maar het kan natuurlijk wel. Je kan ook leeftijdsbeperking aanzetten als je denkt van nou, dit is echt content voor 18+. Dan kan je dat hier aanzetten. Maar dat vind ik WordPress ook niet. Promoties en dergelijke die ik dus eventueel doe. Nou ja, WordPress zie ik niet als promotie, dus ik zet dat niet aan. En tekst heb ik standaard heb ik er al een paar toegevoegd. Daar ga ik nog een aantal aan toevoegen. Dat zijn eigenlijk de tags niet om gevonden te worden, maar om te zien of de omschrijving die je hebt, of die goed is. Ik denk dat het onder water toch ook nog gebruikt wordt om gevonden te worden, maar Google zelf zegt dat dat niet zo is. Maar ik voeg toch altijd de woorden toe die de kern samenvatten voor deze video. En WordPress hoort daar natuurlijk bij. Blog hoort daar natuurlijk bij. Kolommen hoort daar natuurlijk bij. Pagina hoort daar natuurlijk bij. Pagina maken ook. Nou, dan heb ik er wel een heleboel. Je kan dus tot 500 tekens kan je invullen, dus je kan een heleboel woorden plaatsen. Videotaal heb ik standaard op Nederlands staan. Nou, praat Nederlands, dus dat klopt wel. Ondertitel zet ik niet aan. Datum, nou, ik heb hem vandaag gemaakt. Het is 4 mei 2020. Dat hoeft natuurlijk niet, maar ik vind dat zelf altijd handig. Ook voor mezelf. Als ik dan over 3 jaar nog eens terugkijk, dan is de kans groot dat dit filmpje niet meer correct is. Dus dat ik een nieuwe moet maken. Dan zie ik ook gelijk wanneer ik hem gemaakt heb. Creative Commons laat ik meestal zo staan. Ik gebruik het meeste wat ik nu maak, dat maak ik gratis, voor niks. Vind ik ook gewoon leuk om te doen, om jou ook te helpen. Dus ik zet hem hier op Creative Commons. Ja, daar kan je zelf voor kiezen. Je kan ook gewoon een standaard YouTube licentie kiezen. Insluiten toestaan doe ik wel. Ik zet ze ook op mijn website vaak, de filmpjes. Dus dat is dan handig als je hem in mag sluiten. En de abonnementsfeed publiceren en abonnees een melding sturen. Nou, nu worden mijn abonnees op de hoogte gebracht van een nieuw filmpje, als ik dit zo doe. Ik vind het educatief, het filmpje. Je kan hier dus nog verschillende categorieën kiezen. Humor, mensen, games, sport, nou, van alles en nog wat. Ik kies er zelf altijd voor om mogelijke ongepaste reacties eerst nog even zelf te beoordelen. Ik ben al een paar keer ook met vervelende reacties, zeg maar, geconfronteerd op YouTube. Dus ik vind dit het prettigst. En dan staan de eventuele scheldparades of van die haatreacties, die staan er gewoon niet gelijk op. Maar die moet ik eerst nog even bevestigen of ik dat wel of niet wil. Sorteren op beste. Je kan dus ook een andere sortering doen, bijvoorbeeld de nieuwste. Toon hoeveel kijkers likes en dislikes hebben gegeven voor deze video. Dat kan je aan of uitzetten. Ik laat het meestal aanstaan. Aan de andere kant merk ik dat mezelf wel eens extrinsiek motiveert als mensen bijvoorbeeld heel veel dislikes geven.
Terwijl het wel een video kan zijn die bijvoorbeeld 1000 keer wordt bekeken. Ik denk dat die 1000 keer bekeken dan waardevoller is dan die paar dislikes en die paar likes die je krijgt. Maar goed, je kan het dus aan of uitzetten. Ik ga naar de volgende. Eindscherm, daar had ik het net al over. Ik heb gezorgd voor 20 seconden op het einde met mijn eigen banners erin. En ik kies er zelf meestal voor om één video te laten zien en te abonneren. Want dat past heel goed in mijn eindscherm. Je kan natuurlijk ook andere dingen kiezen zoals hier staat. Je kan ook per element nog toevoegen. Het is maar net wat jij wil laten zien. Deze eindschermen kan je ook nog qua tijd inkorten. En dan kan je dus bijvoorbeeld als je net met je gezicht er nog voor zit, even een paar seconden later of eerder stoppen of later beginnen. Ik kijk ook altijd even of het nog klopt. Je ziet het, nu komt hij in de letters, dus dat wil ik niet. Dus ik kan dit scherm hier naar boven zetten en dat is ook precies wat ik altijd doe. En dan ga ik nog een keer kijken. Maar ik vind dat hij nu nog te veel in de letters komt, dus ik ga hem ietsje verkleinen. Nou, dit vind ik mooi. Je kan hier nog kiezen van specifieke video kiezen. Of meest geschikt voor de kijker. Of meest recente upload. Nou, ik kies er nu voor meest geschikt voor de kijker. Maar soms kies ik ook gewoon een specifieke video. Zeker als het bijvoorbeeld over een bepaald onderwerp gaat. Waarvan ik weet dat ik nog meer onderwerpen of filmpjes heb van dat onderwerp. Dan kies ik dat filmpje. Maar nu vind ik dit prima. Ik kies opslaan. En dan kaart toevoegen. Kaarten zijn dus geen landkaarten, dat heb ik een tijdje gedacht. Maar kaarten in je filmpje. Hoi, ik ben Arthur Krijgsman. Meester Arthur. Stop ik heel even. Dat gaat over video's van jezelf. Eventuele playlists die je toe wil voegen. Kanalen van anderen die je wil promoten. En polls kan je ook toevoegen. Dus een poll is zeg maar een vraag waar je ja of nee kan antwoorden. Ik zal het zo laten zien. Ik wil hier reclame maken voor een ander filmpje van mezelf. Bijvoorbeeld ook over WordPress. Want ik heb meerdere WordPress gemaakt. WordPress filmpjes. Hoe kan ik een backup maken in WordPress? Die ga ik hier toevoegen. En dan kan ik gelijk even kijken hoe die hem laat zien en of dat wel klopt met het moment waarop ik hem nu erin zet. Laat WordPress je berichten, dat zijn jouw blogs, zien in één overzicht. Van boven dus rechtsboven in informatie. Het is handig om niet te veel van die kaarten toe te voegen. Dat stoort, vind ik. Maar 2 tot 3 van die kaarten in een filmpje, dat kan best. Ik zoek nog even een mooi moment. Ik voeg weer een kaart toe. Ik zorg dat ik een playlist selecteer. En ik ga hier de kennisclips WordPress. Al mijn WordPress filmpjes die ik in deze playlist ga doen, die wordt dan bekeken. Ik zou een poll kunnen doen, maken, gebruik jij vaak, ik ga het anders doen, maak jij vaak een blog, maak jij vaak een blog, ja. Keuze 2, nee. Nog een keuze, soms. Kaart maken. En nu maak ik dus een poll. Op het moment dat de film hier is, stelt hij die vraag en dan kan je daarop antwoorden. Opslaan. En ik heb nu een nieuwe blogpagina gemaakt met mijn blogs. Maak jij vaak een blog? Terug naar de YouTube studio. En dan ga ik naar de volgende. Ik kies ervoor om hem gelijk openbaar te zetten. Je kan er ook voor kiezen om dat later te doen. En dan kies je deze plannen. Dan kan je zeggen, nou ik wil hem pas zondag publiceren of een andere dag. En ook de tijd. En je kan hem instellen als première. Op het moment dat jouw video wordt geüpload, wordt hij dus soort van live getoond. En kan jij dus chatten met je audience. Ik ga hem direct opslaan, zei ik al. Ik ben helemaal tevreden. Je kan achteraf altijd nog dingen aanpassen in YouTube Studio. Publiceer.
En hier staat nu de link. Via de studio in YouTube kan je weer naar je filmpje toe. En dan kan je hem bewerken door er gewoon op te klikken. En hier kan je dan de beschrijving ook achteraf nog aanpassen. Wat ik hier bijvoorbeeld wil doen, is de secondes invoeren en dan bepaalde hoofdstukken maken. Ik ga nu hier 22 seconden maken. Zo zet WordPress standaard. Zo stel je de standaard WordPress berichtenpagina in. Bijvoorbeeld. Dit is dan de hoofdstuktitel. Op 2 minuut 11 ga ik vertellen hoe je de blogs naast elkaar kan zetten. Hoe kan je een nieuwe pagina maken met jouw blogs in kolommen? Dus die hoofdstuktitel heb ik nu ook gemaakt. Dat is eigenlijk de kern van dit filmpje, van deze video. Dus sommige mensen willen daar misschien direct naartoe, dat kan. Nou, dat zijn de hoofdstukken die ik heb. En dan kan ik hem opslaan. Dan zal ik gelijk laten zien wat hij dan doet. Dit is de video die ik net heb aangepast. Ik ga hem nu openen. Hoi, ik ben Hartje Krijgsman. Meester... Snel op pauze. En hieronder meer weergeven zie ik dus de rest. En hier kan ik nu direct klikken op de juiste tijd. En dan schiet hij ook door naar de juiste tijd. Kijk maar. Wat goed. En dan gaat het erom dat je een nieuwe pagina aanmaakt. Ik zal nog even de stappen doornemen. Je kan dus uploaden. Tijdens het uploaden kan je al de titel aangeven. Maak die pakkend, zorg dat mensen je kunnen vinden. In de omschrijving, wees lekker gedetailleerd. Je hebt genoeg ruimte om van alles in te vullen. Let erop dat je ook je auteursrechten, de mensen die genoemd willen worden, daar ook noemt. Zoals de muziek die je gebruikt bijvoorbeeld. Of de foto's die je gebruikt. Zorg voor eindschermen, zorg voor kaarten. Bijvoorbeeld een leuke poll. Zorg dat je zelf bedenkt of je wel of geen likes wil laten zien. Of commentaar aan of uit wil zetten. Als je voor kinderen films maakt, staan de reacties standaard uit. Je kan dan wel op je kanaal zelf de discussie bijvoorbeeld aanzetten. Zodat je toch interactie kan hebben met jouw publiek. Met de volgers die je hebt. Je abonnees. Zorg voor tags. Dus die steekwoorden die je kan aangeven. Zet die niet in de opmerkingen, maar zet die echt in het tagsveld. En zorg ervoor dat je een goede thumbnail hebt. En dan staat hij erop en komen we aan bij stap 8. Zorg ervoor dat jouw film gezien wordt door anderen. Meld het bij je vrienden, vriendinnen, groepen waar je lid van bent. De groepen waar deze film geschikt voor is. Want het is natuurlijk niet zo slim om een WordPress instructie te zetten bij rekengroepen of taalgroepen waar je lid van bent. Of andere hobbygroepen. Dus kijk ook naar het publiek. En ja, dan is het een kwestie van hopelijk gaan mensen hem delen. Hopelijk vinden mensen hem leuk. En dit is alweer het einde van deze video. Waarin ik verteld heb hoe ik een video maak en hoe je die op YouTube kan zetten. Ik hoop dat je het een leuk filmpje vond. Like het als het zo is. Mail me op mail@meesterartje.nl als je denkt, goh, ik heb nog een tip of ik heb een vraag of ik wil iets meer weten. Je kan natuurlijk ook een discussie starten op mijn YouTube kanaal. Prima, leuk als je dat doet. Houd respectvol. Einde van deze vlog. Tot de volgende vlog. Doei!